het bewegingsapparaat. In deze video komen de heupspieren aan bod. Ventraal is dat de musculus iliopsoas, dorsaal de oppervlakkige gluteus maximus, de tensor fascia lata met de tractus iliotibialis, de gluteus medius, gluteus minimus en de diepere heupspier, de musculus quadratus lumborum. De musculus iliopsoas, de heup-lendespier. Deze bestaat uit de musculus iliacus, de darmbeenspier, en de musculus psoas major, de grote lendespier. De origo van deze psoas major bevindt zich op de wervellichamen en dwarsuitsteeksels van de 12e borstwervel en de 5 lendenwervels. De origo van de iliacus is de fossa iliaca, ofwel de binnenkant van het darmbeen. Zowel de psoas major als de iliacus hebben hun insertie aan de trochanter minor. Dit is een knobbeltje aan de binnenkant van het femur. Omdat deze spier uit twee delen bestaat, heeft hij veel functies en zijn ze best complex. Ook het punctum fixum, het vaste punt, is hierbij belangrijk. Met een gefixeerd bekken, dat wil zeggen sterke buikspieren, geeft deze spier antiversie in het heupgewricht, zowel staand, zittend als liggend. Maar met zwakke buikspieren treedt er met de antiversie ook een versterkte lordose op. Denk bijvoorbeeld aan de leg raise. Zie de video over de zin en onzin van de buikspieren. De holle rug treedt dus ook op tijdens een wreeftrap bij voetballers met zwakke buikspieren. Zijn de benen gefixeerd? Dan helpt de iliopsoas mee aan de antiflexie van de wervelklomp. Ook hier geldt dat er een versterkte lendenlordose zal ontstaan wanneer de buikspieren te zwak zijn om het bekken te stabiliseren. Ook lateroflexie van de wervelkolom is een functie bij eenzijdige contractie van deze spier. Die geschiet om de sagittale asjes die denkbeeldig van voor naar achter door de wervels lopen. Dan heeft deze spier door zijn vezelverloop voorlangs het heupgewricht naar de trochanter minor ook exorotatie in het heupgewricht. Tot slot merk ik nog op dat de iliopsoas een belangrijke rol speelt bij de stand van het bekken en dus bij de stand van de lumbale wervels ten opzichte van elkaar. Dit doet hij in samenwerking met de heupstrekkers, de buikspieren en onder andere de gluteus maximus. De musculus gluteus maximus of grote bilspier bestaat uit een dieper gelegen deel en een oppervlakkig deel. De origo van deze spier is achter boven aan het darmbeen, het ala ossis ilii, onder aan het sacrum en nog een klein stukje aan het staartbeen. De insertie van het diepere deel is aan de tractus iliotibialis. En het oppervlakkige deel zit lateraal boven aan het femur. Omdat het vezelverloop van deze spier achter de transversale as loopt, geeft deze in het heupgewricht retroversie, ook wel heupextensie genoemd. Vanwege het vezelverloop van deze spier ten opzichte van de longitudinale as, wat we hier in het bovenaanzicht zien, geeft deze spier exorotatie van het femur. Kijken we dorsaal tegen het pelvis aan, dan zien we hoe de sagittale as door het articulatio coxae of heupgewricht loopt en hoe de vezels van de gluteus maximus ten opzichte van deze as
van ab- en adductie lopen. Je kunt je wellicht voorstellen dat tijdens de abductie of het zijwaarts heffen van het been steeds meer vezels boven de sagittale as komen te liggen en zodoende meehelpen met de abductie in de heup. Ten slotte voorkomt de gluteus maximus instabiliteit in het heupgewricht tijdens de landing van het been tijdens het gaan en lopen. De gluteus medius of middelste bilspier bevindt zich voor en onder de gluteus maximus. Zijn origo bevindt zich aan de crista iliaca en een groot deel van zijn fascie. Hij loopt dan over het heupgewricht heen en hecht zich dan als een kap aan de trochanter major van het femur. Doordat de medius het articulatio coxae lateraal van de sagittale as passeert, geeft hij net zoals de maximus abductie. Het is een beetje muggenziften, maar ten aanzien van de transversale as lopen er vezels voor en achter de as. In de animatie zien we dat de voorste vezels antiversie geven. En er zullen steeds meer vezels aan de antiversie meehelpen. De achterste vezels geven dus retroversie. Ten aanzien van de longitudinale as geldt eigenlijk hetzelfde. Er lopen vezels voor en achter deze as. In de animatie zien we dat de voorste vezels endorotatie geven. De achterste vezels geven dus exorotatie. Er is nog een beweging om de transversale as, maar dan wanneer het femur het vaste punt is. Dan zorgen de voorste vezels voor bekkenkanteling voorover en de achterste vezels voor bekkenkanteling achterover. Alsof zo'n klein spiertje nog niet genoeg functies heeft, zorgt hij ook nog voor stabilisatie van de heup. Als deze stabilisatie er niet is, door allerlei oorzaken, bijvoorbeeld spierziekte of MS, spierzwakte of een beenlengteverschil, dan kan een zogenaamde Trendelenburg-loop ontstaan, waarbij je dus door één of beide heupen zakt. Van de gluteusspieren tenslotte de kleine bilspier of de gluteus minimus. We zien hier duidelijk dat deze spier onder de medius en voor de maximus ligt. De minimus ontspringt onder aan de fascie van het darmbeen, passeert eveneens het heupgewricht en hecht zich ook vast aan het trochanter major van het femur. In de functies komt de minimus overeen met de medius. Hij is echter een zwakkere abductor. Ten slotte de musculus tensor fascia lata, de spanner van het peesblad van het bovenbeen. De tensor heeft zijn oorsprong aan de spina iliaca anterior superior. Loopt dan naar beneden en halverwege het femur gaat hij over in de tractus iliotibialis en hecht dan aan ventraal op de laterale tibiacondyl. De tractus wordt ook wel generaalstreep genoemd, omdat Amerikaanse generaals op hun veldbroeken een verticale bies droegen van ongeveer de lengte van de tractus iliotibialis. Ik heb reeds aangegeven dat de tractus iliotibialis een peesplaat is die afkomt van de tensor fascia lata. Maar ook het oppervlakkige deel van de gluteus maximus straalt uit in deze peesplaat. De tensor heft het been zijwaarts, is abductie. Voorwaarts is antiversie. En binnenwaarts draaien is endorotatie, allen in het heupgewricht. Daarnaast zorgt hij voor stabiliteit in de heup en in de knie. De laatste functie van de musculus tensor fascia lata is het vooroverkantelen van het bekken, samen met andere heupbuigers, en daarom noemen ze het ook wel eens heupflexie. Hoewel het tractus iliotibialis frictiesyndroom, ook wel fascia lata syndroom, ITB syndroom of simpelweg
lopersknie genoemd. Als afwijking in deze video niet thuis hoort, noem ik hem toch even. Het is een scherpe, vlammende pijn aan de buitenkant van de knie, doordat de iliotibiale band van voor naar achteren over de epicondylitis lateralis van het femurcondyl scheurt, doordat deze band te strak gespannen staat. Door meerdere oorzaken kan de band te strak gespannen staan en pijnklachten geven. De spieren die in deze video besproken zijn, die allen abductie geven en stabilisatoren van de heupen zijn, zien we hier afgebeeld met band op de linkerheup. We zien de tensor fascia lata en de gluteus maximus die overlopen in de peesplaat van het bovenbeen, de tractus iliotibialis. In het midden zijn de gluteus medius en minimus gelegen en allen geven ze abductie in de heup en zorgen dus voor stabiliteit in de heupen tijdens het lopen. Om deze stabiliteit te testen wordt één been opgetild. Wanneer de abductoren in het linker articulatio coxae onvoldoende kracht hebben, zal de heterolaterale zijde van het bekken zakken. Hierdoor komt de tractus iliotibialis onder spanning te staan, zodat het schuren over de laterale condyl tijdens het lopen irritaties gaat geven en de lopersknie een gevolg is. De musculus quadratus lumborum, de vierzijdige lendenspier, is onregelmatig en verbreed caudaalwaarts. Ligt aan de laterale kant van de romp, heeft lateraal een vrije rand, ligt voor de musculus erector trunci en achter de musculus psoas major. De origo van deze spier bevindt zich aan de crista iliaca en de insertie aan de 12e zwevende rib en de processus transversi van lendenwervel 1 tot en met 4. Als je naar de anatomie van deze spier kijkt, dan kan hij het bekken heffen bij een gefixeerde thorax. Hij kan de ribben caudaalwaarts trekken bij een gefixeerd bekken. Hij kan zelfs het bekken scheef trekken en een scoliose versterken. Maar de belangrijkste functie van deze spier is toch wel lateroflexie van de romp bij eenzijdige contractie. Voor het inzicht in en de bestudering van de functies van spieren hoef je de benamingen van de origo's en inserties niet te onthouden eigenlijk. Van belang is dat je weet hoe het vezelverloop van een spier ten opzichte van de bewegingsassen is. Dan leid je de functies vanzelf af. Dat moet je dan wel vaak en regelmatig doen. Succes hiermee! Dit is het einde van deze video.